En dat trilt dan zo in je hoofd. En daar krijg je dan zo'n beetje hoofdpijn van. En het is eigenlijk is het gewoon de hele tijd zo'n... En die hoor je dan de hele tijd in je oren. En daar kan ik niet tegen. En dan ga ik ook heel vaak, ga ik gewoon zeg maar zo, ga ik dan zitten. Of gewoon zo. Of zo. Ninoke, kan je jezelf beschrijven wat voor meisje jij bent? Nee, wat een kutvraag. Volgende vraag. Nee, lukt me niet. Iedereen ziet wie ik lijk te zijn, maar een paar weten wie ik echt ben. Je kan alleen maar zien wat ik jou laat zien. En er zit zoveel meer achter die glimlach die je eigenlijk niet eens kent. Waarom vond je dat gedicht mooi? Omdat ik hem wel bij me vind passen. Vooral op mijn nieuwe school, weet je wel. Dan laat ik eigenlijk alleen maar zoveel mogelijk die vrolijke kant zien. Nou, we hadden hier zo het schoolplein. Er was hier een soort van cirkel met meerdere uitgangen. En je had dit hier stond een kring van allemaal meisjes uit mijn klas. En dan stond er een populairste meisje, die stond dan meestal binnenin met haar telefoontje daar zo. Praten over alle dingen die ze nu weer had gekregen als sms'jes en zo. En daar probeerde ik dan in hun kringetje te komen, maar meestal zat ik er eerst wel in, maar ik werd er steeds langzaam uitgeduwd, waardoor ik dus uiteindelijk net buiten dat kringetje stond. Maar weet je, als ik dan wegging, dan merkten ze dat niet eens en ze merkten ook niet echt dat ik er was.
ik paste er gewoon niet bij. En dat was eigenlijk overal zo. Ik paste er gewoon niet bij. En dan liep ik meestal maar gewoon terug naar de bosjes. Waar genoeg ruimte voor me was. En daar zat ik dan gewoon alleen. Daar zat ik dan hele pauzes gewoon na te denken. En te kijken naar hoe ze praten. Te kijken naar wat mensen deden. Normaal, anders, normaal, populair, normaal. Wat is normaal zijn eigenlijk? Weet ik veel. Weet je wel, zoals nu. Nu ben ik een hartstikke normaal persoon volgens mij. Hopelijk. Nee, niet hopelijk. Misschien. Als je anders bent, krijg je altijd commentaar. Doe normaal. Terwijl je dan niks verkeerd doet en niemand pijn doet. En waarom mag je niet anders zijn? Waarom moet iedereen doen wat de groep doet? Als niemand meer anders zou zijn, als niemand meer op zou vallen, dan zou iedereen op de wereld steeds meer op elkaar gaan lijken en dan zou de wereld er heel eng uitzien. Kinderen me zien als iemand die ook heel erg anders ook probeert te zijn. Dat vind ik namelijk eigenlijk heel fijn, want dan kan ik een onderscheid maken van mij en de rest. En dan weet ik ook meer wie ik ben. Durf je jezelf helemaal te laten zien? Nee. Ik durf mezelf eigenlijk niet te laten zien, want er zijn ook minder leuke kanten aan me en ik wil eigenlijk niet dat mensen mijn minder leuke kanten zien totdat ik ze echt vertrouw.
bijvoorbeeld de nare en depressieve kanten van me. Dat weten ze niet en dat hoeven ze ook niet te weten, want dat is een minder leuke kant van me. Ik ben vooral ook heel bang als ze die kant zien, dat ze dan denken van eigenlijk is ze minder leuk of minder vrolijk dan ik dacht. Laat ik minder om met haar gaan. Op mijn vorige school was het gewoon elke dag een nachtmerrie. Kil. Gewoon, weet je wel, ik stapte uit de auto en daar was vol. En het was kil en het was naar. Betonnen vloer. Alles was de kleur van een betonnen vloer. Zelfs de lucht, zelfs de bomen. De bomen hadden een betonnen vloertint. Het was dag in, dag uit. In mijn eentje de les maken. In mijn eentje naar huis gaan, in mijn eentje in de pauze zitten. Dat ik dacht, weet je, waarom zou ik nog blijven leven als ik alleen maar pijn voel? Ik haatte mijn leven. Als ik me in de klas zo voelde, dan ging ik de klas uit. Dan sloot ik mezelf op in de wc. I can't really explain it. I haven't got the words. It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting. Losing who you are, and at the same time, something makes you whole. It's like that there's music playing in my ears, and I'm listening, and I'm listening, and then I disappear, and then I feel a change, like it's burning deep inside. Something bursts in me wide open, impossible to hide. And suddenly I'm flying, flying like a bird, like electricity, electricity, sparks inside of me, and I'm free, I'm free. Is het een troost dat je weet dat je niet de enige bent die zich zo voelt? Je weet toch altijd wel dat je niet de enige bent die je rot voelt? Ik bedoel, ik wist toen ik me zo rot voelde in de vierde klas, wist ik ook wel dat ik niet alleen was en dat er honderden kinderen, duizenden, miljoenen kinderen meer op deze aarde zijn. Die zich ook zo voelen, zich precies hetzelfde als ik voelde. Maar het was gewoon dat ik niet een van die miljoenen kinderen wou zijn. Nee, het is geen troost. Als mensen zeggen, oh nee, weet dat je niet alleen bent. Ja, dat weet ik ook wel. Echt, ik kan er niet tegen. Oh, dit was als iemand dan zo'n arm om je heen legt en dan zegt, gaat het? Als je net bent aangereden. Ik ben net aangereden, natuurlijk gaat het niet. Gaat het? Ik kijk ongelooflijk neer op schijnheilige mensen. Schijnheilige mensen, ik kijk op jullie neer. Verkeerde vraag op het verkeerde moment. En verkeerde arm. Ik haat armen om me heen.
er breekt na een tijdje iets. En dat kan ook niet meer helemaal heel gemaakt worden. En dat is dan voorgoed, is er dan een stukje kapot bij zo'n persoon die gepest is. Als er een klein sterretje in een ruit komt. En dan na een tijdje kan het ook gewoon tot een barst worden. En dan is eigenlijk het glas, als er zo'n sterretje in zit, breekbaarder. Ik denk dat er gewoon sterretjes worden gemaakt bij kinderen die gepest worden. En dat ze daardoor zo breekbaar zijn dat ze eigenlijk ook heel bang worden na een tijdje. Dat er een barst ook gewoon in hun komt. Dat is een van die dingen die bij mij ook kapot is gegaan. Gewoon durven mezelf te laten zien, echt compleet. Dat hebben ze ook eigenlijk in mijn oude klas er heel erg ingestopt. Gewoon angst. Ik ben gewoon heel erg bang nu. Voor de rest van mijn leven zal ik nu bang zijn dat mensen me niet aardig vinden.